Nee, ik doe dat niet. Ja, daar ga je al. Oh, daar gaan we al. Toen mensen tegen mij zeiden, ga nu snel weg, toen ben ik weggegaan. Maar toen waren er allemaal vuurpijlen in de lucht afgestoken. We zijn hier op de kermis in Houten. Daar is het gisteravond flink misgegaan, chaos ontstaan. Wat is er gisteravond allemaal gebeurd? Ja, jongeren gingen vuurwerk afsteken. Hier, ja. Het is chaos. Hey, is die lekker op de kermis? Jazeker. Hey, jij ziet eruit alsof je net uit Star Wars kon lopen. Ja. Jij kon lopen ook. Maar jij wil anoniem zijn, begrijp ik? Ja. Oké, okay, helder. Hey, wat is er gisteravond allemaal gebeurd hier? Ja, chaos, vuurwerk, dat soort dingen. Politie is met heel veel gekomen. Ja, waar waren jullie gisteravond? Hier. Okay. En wat heb je allemaal gezien gisteravond? Veel politie. Mensen die vuurwerk afstaken, mensen die gingen rellen, stenen gooien, politie uitdagen, mensen die werden aangehouden. De politie heeft inderdaad laten weten dat ze bekogeld zijn en zo. Waarmee zijn ze dan bekogeld? Ja, ik heb gehoord met stenen en met vuurwerk. Mensen gingen vuurwerk hier gooien, zware vuurwerk. Er zijn allemaal shells, cobra's en heel veel vuurwerk is afgestoken. Zo, hoe is het hier op de kermis? Op dit moment regenachtig. Voor de rest is het een zeer geslaagde kermis geweest. Tot en met gisteravond een uur of half tien, 10 uur. Er was een groepje jongelui die het dus nodig vond om een beetje rotjes en dergelijke te gooien naar de politie en naar een paar paden. Wie er toen op een gegeven moment bij kwamen. Ja, die een beetje hun eigen verveelden en een relletje probeerden te schoppen. En dat is er dus gelukt. De kermis ging ook eerder dicht. Was het zo heftig? Ja, dat was wel leuk. Toen mensen tegen mij zeiden, ga nu snel weg. Toen ben ik weggegaan, maar toen waren er allemaal vuurpijlen in de lucht afgestoken. De kermis moest ook dicht, was het zo heftig? Nee, de kermis moest niet dicht. Wij zijn zelf dicht gegaan in overleg met de politie. Om erger te voorkomen hebben wij besloten, gezamenlijk rechtsverband, om gewoon te sluiten. Zodat de politie hun werk kon doen. En dat is gebeurd en toen zijn ze dus op een gegeven moment bij het station allemaal terechtgekomen. En daar hebben ze schijnbaar de nodige vernielingen aangericht. Gisteravond was er ook wat chaos, wat hebben jullie daarvan meegekregen? Wij vrij weinig, alleen via internet wat we teruglazen vanmorgen. Ja. Ja, jij zei het inderdaad, we hebben het teruggelezen. En voor de rest vrij weinig, maar jammer. Maar jullie durven hier wel nog te komen dus? Ja joh. Ja, maar het is vooral de avonden dat dan gebeurt. Het overdag zijn er veel kinderen, dus dan maak ik me er niet zo bang voor dat er iets gebeurt. Wat gaat er vanavond gebeuren, weet je dat? Nee, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat er weer iets gaat gebeuren. Chaos. Stel nou dat het vanavond weer gebeurt, dat er weer wat rellende jongeren komen. Wat moet u dan met de kermis? Wij zijn wel zo capabel dat we sluiten voordat de rellen er zijn. Dat is alles wat ik zeggen kan. Wat is jullie favoriete attractie? Ja, ik ga mijn geld hier niet aan uitgeven. Ik ben echt zonde van mijn geld. Wat doe je dan hier? Kijken. Okay. Vuurwerk afsteken? Nee, ik doe dat niet. Ja, daar ga je al. Oh, daar gaan we al. Oh. Duurt wel lang, hè? Ja, ik weet niet of die afgaat, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dit duurt me te lang. Is het bekend wie uiteindelijk het vuurwerk heeft afgestoken? Nee, ik weet het niet. Nee. Zeker weten? Ja. Volgens mij is de vraag beter wie niet. Wie heeft het niet gedaan? Okay. Nou, jij zegt net jij, toch? Nou, ik niet in ieder geval. Ja, dat zegt iedereen hier. Een tijdje geleden was het al mis bij de kermis in Osdorp, nu hier. Waar ligt het aan? Waar ligt het dan? Ja, als ik dat kon zeggen, dan was ik waarschijnlijk helderziende. Dat weet ik ook niet. Volgende week is het misschien bij een markt of bij een concert. Of zeg het maar. Jongeren vervelen hun eigen schijnbaar en zoeken hier een uitweg in. Als hier geen kermis is, zijn die dan ook rellen vaak of niet? Nee, nooit eigenlijk. Nooit.